Hallo allemaal, mijn naam is Jurgen Hofmans, ik ben schrijver en ik ben vandaag in Weesp. Niet zomaar, want ik ga misschien wel Nederlands beste kinderboekenschrijver interviewen, Rindert Kromhout, want Rindert woont in Weesp. En ik ga het hebben onder andere over dit boek. Wat een verhalen wil en wil. Want dit boek is één van de kerntitels dit najaar tijdens de Kinderboekenweek met het thema vriendschap. Nou, ik heb er zin in, dus ik loop snel verder. Ik kan het me bijna niet voorstellen, want je bent voor mij de bekendste en meest gewaardeerde Nederlandse kinderboekenschrijver. Maar van welke boeken zouden leerkrachten je kunnen kennen? Ik denk in de eerste plaats vanwege Erge Ellie en Nare Nelly. Dat is een verschrikkelijke tweeling. Daar heb ik een aantal boeken over geschreven. Die worden door kinderen heel veel gelezen en die worden door heel veel leerkrachten voorgelezen. Al jarenlang nog steeds, niet door allemaal, maar als ze me kennen, denk ik dat het misschien in de eerste plaats vanwege Ellie en Nelly is. Of van Mr. Max, of van Merel, of van Bill en Will natuurlijk. Want die leesboekjes staan ook op heel veel scholen. Bill en Will. Ja. Het is al een tijdje geleden dat je verhalen over Bill en Will hebt geschreven. Van wanneer heb je nou het allereerste verhaal over Bill en Will geschreven? Het allereerste verhaal over Bill en Will, dat heb ik hier. Dat heet De Twee Vrienden en dat was een sterboekje, ook een van de leesseries van uitgeverij Zwijze. En eens even kijken, dat boekje is uit 1995. 23 jaar geleden zijn Bill en Will geboren. Ja, eigenlijk. Maar goed, dat vind ik bij al die Bill en Will verhalen die je kent, zijn eigenlijk tijdloos. Ze blijven prachtig en volgens mij genieten kinderen nog elke dag van al die verhalen. Dat hoop ik, Ja, bij Bill en Will, maar dat is bij de meeste verhalen die ik schrijf. Ik denk niet aan een bepaalde tijd. Ik zet ook niet Bill en Will neer in de wereld van nu of in de wereld van toen, maar in hun eigen wereld. En die eigen wereld, wanneer die zich afspeelt, geen idee. Oké. Bill en Will, wat een verhalen. Dat boek staan zes verhalen in. Het is dus een van de kerntitels dit jaar. Ja. Heb je het boek nog aangepast hier speciaal voor? Nou, Bill en Will, wat een verhalen. Dat waren eerst, net als dat eerste boekje, De Twee Vrienden, leesboekjes, kleine leesboekjes voor in groep 3. Bijvoorbeeld Een Dief in Huis. Klein boekje. Dief in Huis is een van de zes verhalen die zijn opgenomen in dit boek. Maar die zes verhalen, dat zijn zes losse verhalen. Ze gaan wel over Bill en Will, maar het zijn losse verhalen. Nu heb ik een geheel van die zes verhalen gemaakt door er een raamvertelling omheen te schrijven. Waarin Bill en Will samen iets beleven. En in die belevenis heb ik die zes verhalen verwerkt. Okay. Dus de zes boekjes staan er alle zes in, helemaal ongewijzigd. Maar daaromheen is een heel nieuw verhaal geschreven. Oké, wat is er eigenlijk zo bijzonder aan dit boek? Nou, het bijzondere denk ik aan wat een verhalen is, dat het een groeiboek is. En wat bedoel je daarmee? Met een groeiboek bedoel ik, het is voor kinderen in groep 3. Maar het eerste verhaal, dat kun je al lezen, helemaal zelf. Ook zwakkere lezers, na 3 à 4 maanden leesonderwijs. Oké. Het tweede verhaal, een maand later. Het derde verhaal, weer een maand later. En zo groeien de verhalen mee met de leesvaardigheid van de kinderen. En dat niveau, dat gaat tot? Dat niveau gaat tot na een maand of 9. Oké. Dus eigenlijk alle leerkrachten in groep 3 zouden dat boek sowieso in de klas moeten hebben. Want het is eigenlijk een van de weinige boeken dat gewoon eigenlijk meegroeit in de AVI-niveau. Ja. En ik moet daarbij zeggen dat het nieuwe verhaal, die raamvertelling, die groeit ook mee. Dus het eerste stukje van de raamvertelling is ook heel makkelijk om te lezen. Het tweede stukje is ietsjes moeilijker om te lezen. Enzovoort. Oké. Als kinderen nou dit boek uit hebben, zijn er dan nog meer verhalen over Bill en Will? Ja, want dit zijn verhalen in de eerste plaats bedoeld om zelf te lezen. Hoewel je natuurlijk ook meesters en juffen die boeken die ze zelf kunnen lezen heel goed kunt voorlezen. Ieder goed verhaal, vind ik, kun je ook voorlezen. Maar ik heb ook een boek geschreven over Bill en Will. Met tekenaar Jan Jutte ook weer natuurlijk samen. Dat heet Jij bent mijn vriend. En dat zijn echt voorleesverhalen. Ongeveer 20 voorleesverhalen. Je ziet het al.
Hè, dat is natuurlijk niet om in groep 3 zelf te lezen, veel te lange zinnen. Echt voorleesverhalen over deze twee vrienden. Oké. Jij bent mijn vriend. 20 verhalen over vriendschap, alle mogelijke. En dat boek is ook nog steeds te verkrijgen? Dat boek is gewoon in de winkel te kopen of in de bibliotheek te leen. Denk jij dat er nog nieuwe verhalen komen over Bill en Bill? Ik denk elke keer als een boek over Bill en Bill af is. Nou, nu heb ik zoveel verhalen over Bill en Bill geschreven. Zijn er bij elkaar wel 50, denk ik. Nu is het wel mooi geweest. En dan vaak na een jaar zitten ineens Bill en Will weer in mijn hoofd van, ja, we hebben toch echt nog iets te vertellen. En ja, dan. Oké. Okay. Hoe kwam je eigenlijk op het idee van Bill en Will? Dat weet ik niet meer. Oké. Okay. Ik weet nog wel dat ik op een dag dacht, ik ga weer een verhaal schrijven voor uitgeverij Zwijzer voor kinderen in groep 3. Wat zou ik nu eens verzinnen? En toen had ik ineens twee vrienden in mijn hoofd, Bill en Will. Dat klonk lekker. En twee mannetjes van onbestemde leeftijd. En ik dacht, nou, waarom ik die twee mannetjes ineens in mijn hoofd had, geen idee. Ze zaten daar. Ik schreef over ze. Het verhaal was af. En ik dacht, ik vind ze wel leuk, die twee. Daar komt meer van. Een dief in huis. Will, zegt Bill, ik hoor wat. Hoor je wat, Bill? Zegt Will. Wat dan? Ik weet het niet, zegt Bill. Ik hoor wat in huis. Hoor maar. Tik, tik, tik. Ik hoor het ook, Bill, zegt Will. Wat is dat? Wie is er in huis? Een dief? Ik hoop van niet, Will. Geef geen kik, dan kijk ik wat er is. En daar gaat Bill. Hij tuurt het huis in. Wie is daar? Zegt hij. Weg jij, piept hij. Tik, tik, bom. Bill rilt. Een dief in huis? Zou er heus een dief zijn? Waar is hij dan? Waar komt hij voor? Tik, 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 hoort hij weer. Kijk, Bill weet wel wat een dief doet. Hij pikt, hij jat, hij rooft. Een vaas die duur is, een zak vol poen of dat waar je veel van houdt. Wat wil die dief? Wat is het duur in huis? Waar houdt Bill veel van? Bill en Will zijn niet rijk. En er is wel een vaas, maar die kost niet veel. Die wil de dief vast niet. Wat kan het dan zijn? Waar houdt Bill het meest van? Nee, Bill weet het al. Hij weet wat het is. Hij weet waar hij het meest van houdt. Wil, is dat het? Is dat wat de dief wil? Wil hij Will? Neemt de dief Will mee? En hoe het verder gaat, dat moet je zelf maar lezen.